Goedendag. Een echt ja, bijna lenteachtig plaatje achter mij. Die foto werd vandaag gemaakt. Zonnige periode. En hier zie je eigenlijk helemaal geen winter op. En vorig jaar was dat natuurlijk heel anders. Rond deze tijd kon er geschaatst worden en was het ook koud. Regionaal was zelfs sprake van een koude golf. Nou, dit jaar is daar geen sprake van. Ook de komende weken waarschijnlijk geen winter weer. Ik kom daar nu op terug in de nieuwe 30daagse. Ja, en ik heb voor de verandering maar eens de pluim weer neergezet. Voor de komende tijd zien we dat de temperatuur eigenlijk constant boven het vriespunt ligt. Met andere woorden, de kans op natuurijs is bijzonder klein. Toevallig komende nacht, dan gaat het wel licht vriezen. Maar verder over het algemeen, temperaturen boven het vriespunt voor de komende twee weken. En we zien ook weinig spreiding in die verwachting. Het is allemaal vrij zeker dat dat gaat gebeuren, en dan zitten we zomaar al richting het einde van februari, en lijkt ook deze wintermaand niet echt winters te gaan verlopen. En dat komt allemaal omdat we constant diezelfde drukverdeling zien. En dat betekent lage druk in het noorden van Europa en hoge druk ten zuiden van Nederland boven het zuiden van Europa. Daartussenin heb je dan een westelijke stroming met de aanvoer van relatief zachte lucht vanaf de Atlantische Oceaan. Het leidt ook vaak tot wisselvallig weer. Soms komt dat hoge drukgebied wat dichterbij. Dan wordt die wisselvalligheid enigszins onderdrukt. Maar al met al blijft wel die westelijke stroming dominant en zijn de temperaturen dus iets hoger dan Gebruikelijk. En dit is de kaart voor 21 tot 28 februari. Maar de komende vier weken zien we gewoon steeds dezelfde weerkaart verschijnen. Kortom, er komt nauwelijks verandering in. En dan kunt u zich voorstellen dat die temperaturen dus wat hoger zijn dan normaal. En dat betekent ook dat de kans op winterweer erg klein is. Koudere Lucht vinden we terug in het zuidoosten van Europa. Daar wordt een wat kouder weerbeeld voorzien. Maar ja, die kou die komt niet onze kant op. En als deze kou onze kant op zou komen, dan is dat ook maar een klein beetje kouder dan gebruikelijk. De echte kou die moet natuurlijk uit het noordoosten van Europa gaan komen, of uit het noorden. Maar daar is helemaal geen sprake van. Sterker nog, ook daar zit zachtere lucht. En ook voor deze kaart geldt dit beeld met die rode tinten boven Nederland. Dat zien we eigenlijk de komende vier weken terug. Dus ook daar. Daar komt geen verandering in en daarom laat ik ook die andere kaarten niet zien. Kunnen we dan iets over de neerslag zeggen? Ja, zeker. Nou, die is vrij normaal voor deze tijd van het jaar met dit lichte wisselvallige weer komt er van tijd tot tijd echt wel neerslag onze kant op. Met de drukverdeling waar we mee te maken hebben, zien we de meeste neerslag natuurlijk in het noorden van Europa. Daar zijn de actieve storingen. En in het zuiden van Europa is het allemaal wat droger dan gebruikelijk. En dat heeft te maken met het feit dat daar die hoge druk steeds dominant is. Nederland ligt daar tussenin, soms wat meer droger weer. En soms kan er ook echt wel wat natter weer overtrekken. Het is nu eenmaal wisselvallig. En ook hiervoor geldt dat dit patroon de komende vier weken niet zal veranderen. volgens de uitvoer van het Europees model waar we naar aan het kijken zijn. Ja, en dan komen we toch aan het einde van de winter. He, februari is meteorologisch gezien de laatste wintermaand, en dat betekent dat we die westelijke stroming gewoon vasthouden, dat er geen verandering van betekenis komt, en dat we ook in die laatste weken van februari, maar ook in die eerste weken van maart, geen echt winterweer gaan zien. Kortom, deze winter die zal echt wel wat zacht de boeken ingaan. Nog een fijne dag.